Als je diensten hebt aangemaakt en tijdslots hebt aangemaakt binnen planafspraak, dan kun je ook bijvoorbeeld vakantiedagen ingeven. Je klikt hier op vakantie, dan kun je zeggen voeg nieuwe vakantie toe en dan kun je vakantieperiodes aanmaken. Bijvoorbeeld de jaarlijkse vakantieperiode of bepaalde vrije dagen binnen het jaar, die kun je uitschakelen binnen je bepaalde planning. Je zegt voeg nieuwe vakantie toe. Dan kun je een vrije dag of een vakantie ingeven. Bijvoorbeeld de vakantieperiode in juli. We zijn bijvoorbeeld de laatste 2 weken van juli gesloten. Dan kun je hier die weken uitschakelen. Start- en einddatum van de vakantie bewaar. En dan worden de tijdslots binnen die weken die je als vakantie aanmerkt, worden uitgeschakeld. Of je kunt zeggen een vrije dag binnen een bepaalde planning. En dan kun je hier ook binnen die bepaalde planning dagen en uren uitschakelen. Zo kun je vakantieperiodes ingeven. Je hebt een planning over meerdere maanden, maar binnen die bepaalde maanden zijn er dagen of tijdsperiodes die je uitschakelt. En dat doe je binnen vakantie en voeg je hier een nieuwe vakantie toe.